Ja, en dan woon je gewoon in Aardehout of in Bloemendaal. Ja, ja. En dan ben je kakineus, weet je wel. En dan leid je een heerlijk beschermd leventje. Zeg maar, gewoon het rijkeluis leventje. En ja, en je stemt dan verder je hele leven keurig op de VVD natuurlijk. Of D66, als je iets meer van de afdeling deugen bent. En dan denk je bij jezelf, nou dan zit ik lekker safe en lekker veilig. En die politieke partijtjes, die zorgen wel verder voor mij. En dat is het dan. Ja. En dan doen ze niks aan het asielbeleid, maar dat interesseert je daar gewoon niet. Hè? Nee, als jij een beetje zo bent, weet je wel, jij bent van OSM, ons soort mensen. Ja, 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 die club. En die denken met zichzelf, nou, maar er gebeurt ons niks. En ja, die grenzen blijven wel open, maar het interesseert je geen malle boer daar in Aardehout of in Bloemendaal. Want je denkt bij jezelf, ja, kom maar binnen met je knecht, ik vind het best. Ik heb daar verder toch geen last van. Want al die asielzoekers, ja, die sturen gewoon natuurlijk naar ons toe. Naar jullie en naar mij. Ja, naar het gepeupel. Het plebs. Ja, vrienden, het voetvolk, het schorrimorrie. Ja, dat jullie en ik, wij zijn het schorrimorrie. En ja, dat, jongens. En nou zijn ze aan de beurt. Ja, de afdeling kakineurs en ons soort mensen. Ja, die zijn nu aan de beurt. Want nu willen ze dus in Bloemendaal, willen ze die mensen plaatsen, die asielzoekers. En niet duizenden zoals in Ter Apel. Nee, het zijn er maar 90. En hup, de hele boel in paniek. Ja, want nu komt het ineens heel dichtbij. Ja, oh, ze konden wel eens een keertje bij ons ook in de straat komen. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Als je de grenzen maar openlaat. Ja, dan kan dat gebeuren, ja. Ja, maar dan moet je toch zo nodig op stemmen. Nou, dan krijg je wat je hebben wil. Nou, dat is namelijk asielzoekers in je gemeente. Ja, en nou? Ja, en nu zijn ze helemaal. Er is niks leukers dan ons soort mensen in paniek. Ja, dat is zo leuk, vrienden. Ja, want daar kunnen ze helemaal niet mee omgaan. Want ze zitten al keurig in hun bubbeltje. En hebben het totaal geen binding met de maatschappij. En in één keer, komt er ineens, die enge wereld komt binnen. God, dat kunnen we helemaal niet aan. Nee, dat kunnen ze niet aan, vrienden. En nu zijn ze aan de beurt.